Ze is nog maar 19 jaar oud. Ze domineert de Europese wateren tot zelfs in Brazilië. Met de riemen in de hand verovert ze elk land. En ze zit gewoon hier op Torbekke. Marieke Keizer, het meisje van IJzer. Ik ben op zoek naar Marieke. Nou, die zit hier. Marieke, jou heb ik nodig. Als we daar nog terug of is het? Het hangt er vanaf hoe ver ze kan roeien. We gaan naar Brazilië. Ik ben Marieke Keizer. Ik ben geboren in Rotterdam op 21 januari 1997. Ik zit in 6 PWO van Torbekke Topsport. Ik ben wereldkampioen roeien en professioneel roeister. World Running Junior Champion, representing the Netherlands. Je bent professioneel roeister, je bent wereldkampioen, Europees kampioen, maar je bent ook scholier. Hoe combineer je die twee dingen? Daarvoor zit ik op deze speciale school. Daardoor kan ik wat meer trainen in plaats van naar school gaan en je krijgt bepaalde vrijstellingen. Hoe ziet jouw dag er bijvoorbeeld uit? Een normale dag, dan zit ik om 7 uur op de fiets. Ja. En dan fiets ik naar de Willem-Alexanderbaan, dat is in Zevenhuizen, vlakbij Rotterdam eigenlijk. En dat train ik dan meestal 1,5 uur. En dan fiets ik weer terug. En dan kom ik meestal op school. En dan ga ik even op school een beetje eten en herstellen. En een beetje proberen iets op te vangen van de lessen. En dan... Proberen iets op te vangen van de lessen. Wat een motivatie zeg. Nee, ja gewoon zoveel mogelijk proberen te onthouden. En een beetje bijkletsen met mijn vriendinnetjes. En dan het eind van de dag, meestal om 3 uur of 4 uur, dan ga ik weer naar de tweede training. Heb je nog tijd voor je vrienden en vriendinnen? YOLO! Geniet je wel van het leven dan? Ja, je bent 2 weken uit training als het ware. En dan zijn er gewoon feestjes. 2 weken uit training in een jaar? Ja, meestal wel. En met kerst krijgen we meestal vrij. Ik moet er niet aan denken. En hoe laat moet je dan weer gaan trainen? Nu? Ja. Nou, ja. Deze hond is van mij. Oké. Okay. Moet jij hem dragen? Oh, 1 keer op foto. Zo ga ik elke dag naar de roeitraining. Doei! Hier zijn we dus op de Maas. Hier train je? En hier train ik. Maar dit is niet de Maas, dit is de Rotterdam. Nee, maar het is de roeivereniging, de Maas. Is het zwaar? Moet ik je helpen? Nee. Wist je al vanaf kinds af aan dat je wilde roeien? Nee, echt absoluut niet. Ik vond het, ik ken het überhaupt niet. En op een gegeven moment is de vonk overgeslagen. Overgeslagen, wat deed je daarvoor dan? Ik was fanatiek ballerina. En hoe is die ommekeer gekomen dan? Ik zat op het consortium in Den Haag en op Codarts in Rotterdam. Een jaar allebei en toen kwamen ze erachter dat mijn heupen niet ver genoeg konden uitdraaien. En dan maak je het natuurlijk niet in dat wereldje. Dus toen was het einde verhaal. Welke medailles heb je allemaal gewonnen? Dit is mijn wereldkampioenschap wat ik gewonnen heb. Ja. En deze is mijn Europees kampioenschap wat ik gewonnen heb. En dit is de allereerste internationale medaille die ik heb gewonnen. Zo, je roeit hard zo te zien. Ja, dat is eerlijk, dat hoort erbij. Deze kant is nog erger. Draag je dan geen handschoenen of zo? Nee, dat is voor mietjes. Oh, dus mijn handschoenen moet ik dan maar wegdoen. Ja. Nou, dit is een dubbel 2. Ja. En dan zit je met z'n 2 in de boot. Ga iemand die boot vasthouden, jongens? Oké. Okay. Dit is eng. Is er geen kussentje voor dat bankje? Nee. Afzetten. Oké. Okay. En dan hou je heel goed balans. Altijd plat op het water leggen. Ja. Roei jij dan? Oh. Zo, jij bent het boegbeeld voor roeien van Rotterdam. Ja, zeker. Klopt. Ja. Wat betekent dat voor jou? Ja, een hele eer. Het is natuurlijk mijn eigen stad. En toen ik gevraagd werd om op de poster te komen, toen dacht ik al, nou, dat zie ik wel zitten. De vraag voor vandaag luidt als volgt. Hoe heet de roeivereniging waar Marieke Keizer roeit? Hoe heet de roeivereniging waar zij lid van is en waar ze voor roeit? Stuur jouw antwoord naar de Facebookpagina van Open Rotterdam. En weet je wat je kunt winnen als je het goed beantwoord hebt? 2 kaarten voor de finale dagen van het WK roeien in Rotterdam op de Willem-Alexanderbaan. Wist je dat? Deze roeivereniging De Maas is opgericht in 1851, dus 165 jaar oud is. Wist je dat erelid
Conny van Rietschoten van deze vereniging is. En ze twee keer toe de Volvo Ocean Race gewonnen heeft. Ja. En wat denk je dat de originele naam is van de rotte? Geen idee. Rotta. En het is afgeleid van rot, dat betekent modder. En A staat voor water. Rotta eigenlijk, maar ja, wij noemen het rotte. Maar kunnen we niet omkeeperen? Wil je graag achter of voor me zitten? Ik wil zitten waar ik niet nat word. 2, waar ik niet te veel hoef te doen. En 3, waar ik zie waar ik naartoe ga. Jongens, kom eens even. Ik heb nog even iets. Kan dat? Wie is dat? Ik vind het ontzettend leuk dat je nu weer eens hier bent. Je roeit meestal tegenwoordig in de winter in Sevilla, weet ik. En nu je hier toch weer bent, leek het ons een goed idee om je ook een eigen stijger te geven. Zodat je eerst wat vaker kunt zijn. Kijk, daar komt hij. Zo. Waar we hem hebben. Hier. Ja, doe maar. Ja? Het is net alsof ik hier ben overleden. Je krijgt van je club je eigen steger, omdat je altijd hier aanmeert. Nou, ik ben heel erg betrokken met de club. Financieel maakt het ook mogelijk dat ik in het trainingskamp in de winter, als hier ijs ligt, naar Sevilla ben geweest. Dus het is echt helemaal top. Normaal gesproken doe je dus zo. Ja. Ik wil terug naar huis! Ja, wil je terug? We moeten nog even oefenen. Oh, kom hier. En dan zo. Ja. En dan rol ik eruit zo. Wat is jouw lievelingsgerecht in Rotterdam? Mijn lievelingsgerecht? Ja. Ik moet natuurlijk heel gezond eten. Ja. Dus ik eet altijd kip en bonen en salade. Ja, echt Rotterdams. Dat is het. Ja, je kan het niet Rotterdamser krijgen. Dat is natuurlijk een kapsalon. Een kapsalon. Durven. Er is een telefoon in plaats van kapsalon. Wie is dat? Mijn coach. Je coach? Ah, Marieke. Had je gedacht, hè? Even 2000 calorieën naar binnen te werken. Zullen we nog eerst even focussen op je doel? Want je weet, om je doel te bereiken moet je keuzes maken. En dat kan je. Heel veel succes. Ja, je hoort het. Zo gaat het elke dag. Marieke, heel veel succes. Dankjewel. Wat is je einddoel? Wat is het hoogst haalbare? Wat wil je nog gaan doen? Ooit op de Olympische Spelen wil ik sowieso goud halen. Dat, ja? Dan kan je als topsporter zeggen dat je alles hebt gehaald. En wat er tussendoor komt, dat neem ik mee in mijn broekzak. Oké, maar eerst de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Ja. Succes. Dankjewel, supergezellig. Marieke Keizer, het meisje van IJzer. Nu een bekende Rotterdammer. Vanaf de eerste dag